mijn leven volledig veranderd is ofzo, maar het heeft natuurlijk wel wat teweeg gebracht. Ondertussen kent het groot publiek mij wel, denk ik. En ja, onbewust brengt dat altijd wel dingen met zich mee. Hè. De mensen zijn rapper geneigd van u aan te spreken, van dingen te vragen. Je bent een beetje bekend nu. Hè. Maar op ander gebied, ik blijf gewoon mijn ding doen en dat is koersen. Hè. Ik probeer altijd op zo'n dag van de wedstrijd gewoon zo normaal mogelijk te leven. Niks speciaal te doen, gewoon de normale dingen. Ontbijten, nu deze ochtend een beetje gefitst met goed weer. Voorts gewoon ontspannen en ja, voldoende eten, hè, voldoende energie opnemen. Een beetje rust inbouwen nog. En dan straks gewoon naar Gent afreizen en daar de opwarming vol maken en gewoon die koers rijden. België is dat niet zo'n makkelijke keuze om als jonge wielrenner voor het baanwielrennen te kiezen. In het buitenland is dat een vast tramien in die grote landen. Dus dat zou eigenlijk hier ook moeten komen. Maar daarvoor hebben we natuurlijk meer cultuur nodig en meer toebreng naar de baan. In andere landen, zoals in Engeland, is baanwielrennen dikwijls voorpagina nieuws, terwijl dat hier totaal niet zo is. En daar moeten we eigenlijk komen om echt op het niveau van die landen te komen. Moeten al die talenten naar de baan komen. Nu zijn er talenten op de baan, maar er zijn ook veel talenten die verloren gaan eraan. Omdat ze een carrière kiezen op de weg. Hun volste recht natuurlijk, maar ik blijf erbij dat baanrennen als jonge renner alleen maar een voordeel is om nadien een wegcarrière uit te bouwen. Ik denk dat Ilio dat nu ook bewijst. Ik heb altijd al aangegeven, en dat zal ook altijd zo blijven, dat mijn voorkeur toch iets of wat bij de weg blijft liggen. Nu, voorlopig is dat aangepast, omdat die zesdaagse doe ik echt wel heel graag. En het doel is nu ook de komende WK's, de komende 3 jaar, en Rio dan. En ik denk dat ik daar moet naartoe werken, maar uiteindelijk een droom is toch om wegwielrenner te worden. Ik denk dat je om een goede baanwielrenner te worden, dat je ten eerste al over een hele hoop technische bagage nodig hebt. Omdat het is een heel moeilijke technische sport, komt op details aan. Tactisch moet je ook wat in orde zijn, zeker in die zesdaagse. Dus je moet de juiste momenten kiezen. Maar ja, dat is op de weg ook natuurlijk. Voorts denk ik dat je hebt zeker een bepaalde explosiviteit nodig. De ene baanwielrenner heeft dat natuurlijk nog meer dan de andere, maar je hebt toch een minimum aan explosiviteit nodig. De snelheid is leuk, het spektakel, het is gewoon, je krijgt er zo'n beetje een kick van. Hè. Je gaat zo snel en dat spektakel dat je kunt geven. En ja, het is iets dat erin zit, denk ik. Ik kan niet echt speciaal zeggen wat het er zo speciaal aan is, maar het is gewoon een beetje een voorliefde, denk ik. Ik rij vandaag met Ilio, dat is gewoon een beetje een eigen keuze van ons beiden. Het is niet dat zoals in zesdaagses beslist wordt door de organisatie. We hebben gewoon met elkaar contact gehad de vorige weken, voor eens te kijken hoe dat was en zo. En we hebben dan beslist van waarom zouden we niet meedoen. Het is voor alle twee een goede test voor Rotterdam. En zo is dat gekomen. We starten nu als topfavoriet in tussen aanhalingstekens, maar het Belgisch kampioenschap ploegkoers. Andere keren starten we als topfavoriet of een van de topfavorieten in zesdaagse of in wereldbekers. En daar is de druk wel 10 of 20 keer zo groot. Dus hier valt dat op zich wel goed mee. Ja, voor Ilio niks als respect. Ik denk dat hij nu 5 of 6 keer Gent gewonnen heeft. Zijn eerste keer was in
2004 of 2005, als ik mij niet vergis. Dan was ik 11 of 12 jaar. Dus dan stond hij daar als beginnend renner naar hem op te kijken. Dus dat is nu wel tof voor mij om nu met hem te kunnen wedijveren. En voor mijn part mag hij op zijn troon blijven. Ze mogen er een naast zetten van mij. Ik denk dat het wel een heel goede zaak is nu dat we met meerdere toppers zijn in België. Ilu heeft dat charisma en die ballen aan het lijf om dat publiek te bespelen. En om ja, zijn manier van rijden, zijn alles. Hè. Ik denk, nu kom ik daarbij. Ik denk dat het alleen maar goed kan zijn voor de volgende jaren. Ik heb altijd gezegd dat ik graag in mijn leven eens wereldkampioen zou worden. Vroeger leek dat ver af, was dat een droom, nu is dat een doel. Dat is nu realistisch en kortbij misschien niet, maar het is binnen bereik. Dus op zich is dat een doel om nu heel hard voor te werken. En een absolute droom is natuurlijk om in Rio te presteren, maar dat is nog ver af. En eerst zou ik in de periode tot Rio zou ik graag zeker eens wereldkampioen worden. Jasper de Vuist en Rio Keijzer.